ben Marijke Roskam, ik ben dagvoorzitter, interviewer, actief in de politiek en ik maak podcasts. En ik geef de training Ontspannen presenteren, omdat ik zie dat er heel veel professionals zijn die een goed verhaal hebben, maar daardoor de spanning eigenlijk niet aan toe komen. Wat we doen in de training is dat we ervoor zorgen dat je weet hoe je kunt ontspannen, maar ook dat je beter weet hoe je echt een boeiend verhaal kunt vertellen, zonder stress, zweetvlekken en al die zaken. En wat is jullie associatie bij presenteren? Vivian, waarom dacht je nou, het is wel leuk om dit zo met ons team te doen? Een kleine groep is fijn omdat je daar toch wel merkt, het gaat ook over wat je overtuigingen zijn en welke belemmerende gedachten. Vaak nemen mensen een hele grote rugzak mee, het podium op zeg ik altijd, met ik kan dit niet, ik kan dat niet, dit is me eens overkomen. En wat we in die groep, in die kleine groep ook wel met elkaar bespreken is, ja wat zit je dwars? En wat stop je dan in je kleine tas als het gaat over je kwaliteiten? Nou, in een kleine groep is dat altijd leuk om terug te horen. Eén op één gaat dat vaak nog wel een spade dieper en nog persoonlijker en ook wel eens wat emotioneler. Een trucje in een vergaderruimte of op een podium. Kijk, mensen kijken nu naar mij en ik kijk naar jullie, want ik heb geleerd in de sociale conventie dat je elkaar aankijkt. Als ik heel even mijn blik in de verte doe, dan denkt dat reptielenbrein, nice, het gevaar is geweken, want de leeuw die is al een halve kilometer verder. Zo werkt dat oude brein. Wat ik terughoor van de mensen die de training hebben gevolgd, is dat ze zeggen, ik kan eigenlijk nu direct mijn presentaties aanpassen. En niet alleen de presentaties die ik hou, het verhaal, maar vooral ook hoe ik daar zelf over nadenk. Dus ik hoor dan terug van mensen van, nou, ik had weer een vergadering met het bestuur of met aandeelhouders. En ik heb het echt anders ingericht en ik voelde me zoveel blijer. Nou, dat zijn de mooiste complimenten. Als je een verhaal vertelt, zorg er dan voor dat het mensen raakt. Make me care, zegt Andrew Stanton. Hij is de schrijver van Toy Story. En hij zegt, zorg ervoor dat als je je mond opentrekt, dat het iets is waar mensen A, of door geraakt worden, of denken, we zijn hier bezig met iets goeds en moois. Mijn allerbelangrijkste tip is dat je voor jezelf je intentie zet voor de presentatie. En dus niet denkt, dit moet, of het is een noodzakelijk kwaad, over 2 uur is het klaar. Nee, waar heb je zin in en wat is het cadeau dat je hebt te geven? Een cadeau kan zijn is dat je kennis hebt. Een cadeau kan zijn is dat je rust brengt. Of dat je een mooi inspirerend verhaal kunt hebben. Maar bedenk goed, wat is jouw cadeau en hoe wil je dat uitpakken met de zaal? En om het wat makkelijker te maken heb ik een soort uitpakparty georganiseerd. In de coaching werken we vaak met het kwaliteitenspel. En ik zou je willen uitnodigen om 1 eigenschap, één cadeau van jouzelf waarvan je denkt, ja, dat ben ik wel, om die daar even uit te pakken. Klopt het? Ja. Ja. Dat is een mooi cadeau. En wat jij zegt, hè, van waar ga je dan voor? Het is ook niet zo dat je 1 cadeau hebt, maar mijn boodschap is wel dat we te vaak is dat we aandacht geven aan de eigenschappen die we van onszelf niet zo goed vinden. En waarom vind je het leuk? Want dat is ook bijzonder om even door te vragen. Hè? Waarom voel je iets? Dat is altijd goed om te weten waar het vandaan komt. Dus eigenlijk heb je je enthousiasme te geven. Ja. Kijk, en dan zit er al veel minder een oordeel op. Vaak verwarren mensen goede presentaties met luide presentaties. Of als iemand aan tafel zit die altijd wel een praatje heeft. Die spreekt zo makkelijk. Nee, de helft van de tijd lult hij uit zijn nek en heeft hij een hele grote mond. Maar dat zegt niet dat iemand een hele goede of kalme presentatie geeft. Ik zou je zeker willen uitnodigen om mee te doen aan die training Ontspannen presenteren. Omdat heel veel mensen zeggen, ik zag er eigenlijk wel tegenop, ik vond het spannend. Maar wat hebben we een volle dag lang ontzettend met elkaar gelachen. Er zit ook veel humor in. Maar vooral ook, wat voel ik me niet meer alleen en bijzonder. Ik dacht dat ik het als enige spannend vond, maar met mij heel Nederland. En ik heb daar hele praktische tools voor gevonden en ik had het eerder eigenlijk willen doen.